Hoe haal je meer toeristen naar je dorp? Organiseer een kermis, een hardloopwedstrijd en laat een kotter stranden op de kust. De Belgische kotter, die vorige week strandde bij Petten, trok het hele weekend veel bekijks. Het gebied rond de kotter was afgezet. Omdat er ook een mountainbike-wedstrijd van Hoek van Holland naar Den Helder langs moest, waren ambtenaren van de gemeente Schagen zondag massaal aanwezig om het parcours vrij te houden. Zondagmiddag werd een eerste poging gedaan de kotter los te trekken, maar dat lukte niet. Maandag is een nieuwe poging gedaan. Ook op andere plaatsen in Petten was het afgelopen weekend een drukte van belang. In verband met de kermis kwamen zondag rond de 200 atleten naar het dorp voor de kermisloop. De inschrijving was in de drie putten, waarna om 11 uur de 5 en de 10 kilometer van start gingen. Daarna was er ook nog een loop van 1 kilometer voor de kleintjes. En de 1, 2 en 3 nummers, dat is naar de finish van de 5 tot 10 kilometer. 3, 2, 1 en starten! Hoe zag het in de 4 minuten hier?